Ja, goedemiddag dames en heren, allemaal van harte welkom op deze mini-cursus, een stoomcursus kun je wel zeggen, snelcursus overleving NAS en het best mogelijke helpen. Ik vind het fantastisch dat er zoveel belangstelling is. Ik hoop ondertussen niet dat de verwachtingen al te hoog gespannen zijn. Dat hoop ik van niet, want een filosoof is iemand die eerder problemen schept dan dat hij ze oplost. Het zou dus kunnen dat de borrel aan het eind van de middag beter een alcoholische zou kunnen zijn dan een non-alcoholische, zal ik maar zeggen. Ik sta hier, eindelijk de eerste rij, ook geweldig, fijn. Ik sta hier redelijk vastgepind. Ik kan natuurlijk proberen weg te lopen met de vraag of ik achteraan nog verstaanbaar ben. Ja, maar dat zou het toch ook een stuk prettiger maken als ik wat kan bewegen. Ja, een filosoof schept eerder problemen zijn dan dat hij ze oplost. En ik ben een filosoof. En een filosoof is voor mij, voor alle duidelijkheid, iemand die met verwondering en soms ook verbijstering naar de wereld kijkt, om die vervolgens kritisch en sceptisch te gaan onderzoeken. En op grond van dat onderzoek zal hij al heel snel moeten toegeven dat hij weet dat hij niks weet. Dat wil zeggen dat hij weet dat hij de waarheid niet in pacht heeft. We spreken dus eigenlijk niet voor niks van wijsbegeerte. Wijsbegeerte, dat is mijn vak. Dus een filosoof is eigenlijk het tegendeel van de mens die meent dat hij van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gelijk heeft. Misschien dat je die mensen ook kent in je buurt. Over het algemeen vind ik lastig om mee om te gaan. Hè? Socrates, die oude Griekse filosoof, die heeft gesteld: een filosoof weet dat hij niks weet. Wat overigens niet wil zeggen dat de filosoof zijn mond houdt. Wat je vanmiddag ook wel zult merken. Sterker nog, ik kan heel stellig overkomen. Maar dat is voor mij een soort van didactisch principe. Ik weet dat ik niks weet. Ik twijfel dus aan alles. Maar al weten we nou wel of ideeën misschien niet kloppen, ideeën kunnen toch pragmatische betekenis hebben. En ja, hoe dan ook, worden ideeën pas van waarde als ze ophouden ideeën te zijn. Dus als je er iets mee kunt. En ik hoop dat ik zoiets aan ideeën vanmiddag voor jullie kan aanreiken. Ik ben inderdaad, zoals gezegd, gepromoveerd op de Frans-Joodse denker Levinas. Ik noem hem altijd een filosoof van de solidariteit, van verantwoordelijkheid voor anderen. En ik heb mijn masochistische neigingen kunnen botvieren op zijn cryptische teksten. Iemand die een keer aan Levinas wil beginnen, ga je gang. De kans is heel groot dat je het boek in de boekhandel koopt en een week later opstuurt of verkoopt, probeert te verkopen via boekwinkeltjes.nl. Zodat je er nog een paar euro voor krijgt. Het is een vorm van zelfkastijding. Maar die vorm van zelfkastijding heeft ongeveer 10 jaar geduurd en heeft mij ondertussen ook tot de overtuiging gebracht dat Levinas de diepzinnigste en gevoeligste filosoof is van de 20e eeuw. Hij is echt wat dat betreft een koploper, zou ik willen zeggen. Ik heb met vallen en opstaan deze filosoof in gewone mensentaal uit te leggen. Ik ben namelijk een handelaar in denkbeelden. Ik ben het maatschappelijk belang van filosofie gaan testen. En dan kun je ingewikkeld jargon maar beter snel van je afschudden. Ik heb veel lesgegeven in de gezondheidszorg, bij scholingen voor artsen, voor therapeuten, maatschappelijk werkers. Onder andere in Rotterdam trad ik veel op. En daar was een aantal artsen zo enthousiast door de filosofie van Levinas dat ze een gezondheidscentrum hebben opgericht en dat genoemd hebben het Levinas Centrum. Ik woon te ver van Rotterdam af, anders zou ik patiënt bij deze artsen willen zijn, omdat zij helemaal hun zorg verlenen vanuit het gedachtegoed van Levinas. En dan zit je gewoon weg, denk ik, als patiënt goed. Afijn, ik hoop jullie vanmiddag te kunnen inspireren in de uitoefening van je beroep. Je krijgt hier een film van, dan hoef ik eigenlijk al niet meer te zeggen dat je de PowerPoint toegestuurd krijgt. Dat is misschien al overbodig, want je hebt de hele film. Mocht je alle plaatjes heel snel en volgorde kunnen zien, heb je er misschien toch nog wat aan. Afijn, Levinas neemt... Jullie zitten... Wou ik even zeggen dat jullie er wel erg braaf bij zitten.
als je, dus voor alle duidelijkheid, als je zo meteen denkt, ik snap iets helemaal niet, dan moet je me toch even waarschuwen. En dan kan ik toch even misschien via een klein omweggetje jou ook nog helpen om de zaak te blijven volgen. Dus hou mij in de gaten, wil ik zeggen, en jezelf ook. Afijn Levinas neemt de ervaring, de praktijk van het alledaagse tot uitgangspunt van zijn denken. Vraag van mij is daarom alles wat ik ga zeggen op je ervaring te leggen. Het gaat vanmiddag over jullie. En ik zeg erbij, wat je niet ervaart, moet je niet geloven. Ik zoek geen volgelingen. Volgelingen zijn nullen. Ik wil zelfstandig denkende mensen, graag. Mijn verzoek is wel, stel je alsjeblieft open op. Want wat ik ga vertellen, dat gaat misschien in tegen wat je gewend bent te denken. Maar wat je gewend bent te denken, is ook maar een perspectief. En filosofie is ook altijd de uitnodiging om met gewoonten in je denken, met je vertrouwde perspectief, als het nodig is, te breken. Dat breken met een perspectief kan trouwens heel moeilijk zijn. Ik probeer dat wel eens uit met het volgende plaatje. Dat is een kunstwerk van Sandro Del Prete. En dan vraag ik aan mijn publiek, wat zie je hier? En over het algemeen komt dan altijd het antwoord dat neerkomt op, wil iemand het zeggen? Wat zeg je? Twee vrijende mensen. Duidelijker kan ik het niet zeggen. Heel juist, ik denk dat we allemaal zo'n beetje vrijende mensen zien. Hè? Denk ik, toch? Een erotisch plaatje, zou je zeggen. Nou, het merkwaardige van dit kunstwerk is het volgende. Als je dit kunstwerk laat zien aan kinderen, dan zien ze geen vrijend paar, maar dan zien ze dolfijnen. Message d'amour des dauphins. Liefdesboodschap van dolfijnen. Zien jullie ze ook, de dolfijnen? Ja? Roezemoes, roezemoes, roezemoes. Zo gaat het dan. Ja. Ik heb soms een toehoorder... die na uren kijken, een cursist die na uren kijken nog steeds geen dolfijnen heeft gezien. Zijn hier ook een paar van die probleemgevallen? Ja? Dat zijn er dus heel veel. Nou, als je geen dolfijnen ziet, dan voorspelt dat misschien weinig goeds voor deze middag. Want dat zou kunnen betekenen dat je last hebt van een vastgeroest perspectief. Kijk, kinderen... Ja, ik probeer er even doorheen te komen. Kinderen zijn geen ervaringsdeskundigen in de erotiek. Vandaar dat kinderen dolfijnen zien. Kijk naar het intiemste plaatje, het intiemste plekje. Kijk naar het intiemste plekje van het vrijende paard. Dan zie je de staart van een dolfijn. En als je goed kijkt, dan zie je dat de hele figuur van het vrijende paard wordt gevormd door de dolfijnen eromheen. Een stuk of acht. En wie het nog steeds niet ziet, kan... Ja? Ja? Het wordt een latertje vanmiddag. Wie het nog steeds niet ziet... Hallo? Het gaat helemaal verkeerd. Wie het nog steeds niet ziet, kan beter naar huis gaan. Want er wordt enige flexibiliteit van denken van je verwacht deze middag. Trouwens, ik denk dat de pauze ondertussen om een uur of drie gepland gaat worden. Maar ik wou ook nog zeggen dat een enkele keer er sprake is van een cursist op leeftijd die alleen maar dolfijnen ziet. En dan heb je ook een probleem wat ik als filosoof natuurlijk niet kan oplossen. Ik geef er nog één en ik hoop dat dat niet al te veel geroezemoes veroorzaakt. Maar ik kan het allemaal niet tegenhouden en beheersen. Kijk maar even naar deze stoel over de werkelijkheid die niet de werkelijkheid is.
Anders kijken naar de werkelijkheid, dat is wat filosofen graag doen en met vaak fantastische resultaten. En dat geldt ook voor het kernthema van Levinas denken dat ik nu uit de doeken ga doen. Het kernthema van zijn denken is de relatie van verantwoordelijkheid. De relatie van verantwoordelijkheid. Levinas stelt dat ik gevoelig ben voor, dat ik geraakt kan worden door een appel van anderen aan mij. Waarmee, met het appel, de ander voor mij centraal staat. Die gevoeligheid, die geldt ook voor jou, die geldt ook voor de jongeren die ondersteuning vereist, die geldt voor de ingebrachte mentor. Omdat die gevoeligheid volgens Levinas een wezenskenmerk is van mensen. En daar wil ik graag op ingaan zometeen. Ik zal dat appel volgens Levinas met verschillende voorbeelden proberen te verduidelijken, zodat je uiteindelijk zicht krijgt op wat Levinas ermee bedoelt. Want de betekenis bij hem wijkt enigszins af van de alledaagse betekenis. En straks wordt voor jullie ook duidelijk, hoop ik, dat dit appel uitgangspunt moet zijn voor het best mogelijke helpen. Het eerste voorbeeld wat ik geef komt uit De Val van Camus. De Val van Camus is een beroemde naoorlogse roman uit de 50e jaren. Ik gebruik in mijn filosofieonderricht heel veel literatuur, poëzie en proza. Dit boek van Camus is een beroemd meesterwerk. En de hoofdpersoon van dat boek, dat is Jean-Baptiste, die ontmoet in een Amsterdamse kroeg. Hij woont feitelijk zelf in Parijs, maar hij is op bezoek in Amsterdam. Hij ontmoet daar in de kroeg iemand aan wie hij vertelt over een heel aangrijpende ervaring uit zijn verleden. Een ervaring die hem ook blijft achtervolgen. Jean-Baptiste zegt het volgende, ik citeer uit het boek. Hij zegt, ik loop 's avonds nooit over een brug. Dat heb ik mezelf eens bezworen. Want stelt u zich eens voor dat iemand in het water valt, dan kunt u toch twee dingen doen. Of u springt hem achterna om hem eruit te halen. En dat is in de kou geen ongevaarlijke grap. Of u doet helemaal niks. Maar daar houd je soms rare kronkels aan over. Het punt is, Jean-Baptiste is dit zelf overkomen. Jarenlang leeft hij als advocaat. Ik citeer hem, hij zegt dat hij leefde als het ware boven oordeel en straf verheven, als een vogel in een paradijsachtige atmosfeer. Helemaal gericht op zichzelf. Ik geef hem het woord. Hij zegt, mijn leven draaide dus iedere dag om hetzelfde middelpunt. En dat middelpunt was ik. Jazeker, zo was het. Totdat Jean-Baptiste op een dag zijn ware zelf ontdekt. Ik zeg dit nog een keer. Zijn ware zelf ontdekt. Misschien ben je daar al je leven lang naar op zoek, naar dat ware zelf. Vanmiddag krijg je dat op een presenteerblaadje aangeboden. Wij komen er zo meteen achter wat dat zal wezen. Dat ware zelf. 'S avonds op weg naar huis. Hè. Nu komt dat gebeuren uit het verleden naar voren. 'S avonds op weg naar huis loopt hij op een brug over de Seine. Hij passeert de jonge vrouw die over de leuning van de brug gebogen hangt. Hij schenkt daar geen aandacht. Hij komt van een vriendin af, zijn zinnen zijn bevredigd. En als een man zijn zinnen zijn bevredigd, dan wil hij nog maar één ding, dat is gaan slapen. Dus dat doet hij, dat wil hij. Hij loopt naar huis, hij loopt door, de brug af gaat hij en loopt langs de Seine verder. Maar dan even later gebeurt het volgende. Ik citeer uit het boek. Jean-Baptiste vertelt, ik had misschien een meter of 50 gelopen toen ik een geluid hoorde dat ondanks de afstand vreemd luid klonk in de stilte van de nacht. Een geluid van een lichaam dat in het water valt. Ik bleef doodstil staan, maar ik keerde mij niet om. En bijna tegelijkertijd hoorde ik een kreet die een paar maal weer klonk. Een geroep dat uit de rivier kwam en dat plotseling ophield. Ik wilde erheen hollen, maar ik bewoog mij niet. En nou komt die heel belangrijke zin, die belangrijke uitspraak. Van het moment af dat ik geroepen werd op die avond, want zo was het, ik werd werkelijk geroepen, moest ik een antwoord geven. Kijk, Jean-Baptiste verwoordt hier heel precies wat Levinas verstaat onder geraakt worden door een appel. Geraakt worden is, zegt Jean-Baptiste, geroepen worden, een oproep ervaren, een appel ervaren.
geraakt worden is, zegt hij ook in diezelfde uitspraak feitelijk, gericht worden op de ander met zijn problemen. Hij zegt namelijk, ik bleef doodstil staan. Op het moment dat hij doodstil blijft staan, is hij even gefixeerd op die ander als mens. Hetgeen ook betekent dat die ander centraal staat en hetgeen ook betekent dat die ander als mens in beeld komt, wat een voorwaarde is om uiteindelijk gepaste hulp te kunnen verlenen, zou ik zeggen. En ten derde, geraakt worden is ook, zegt hij, heel duidelijk een antwoord moeten geven. Dus wat ik ook doe, het is een reactie op dat appel. Dat moeten reageren is een soort behoren, het is een soort verplichting. Je bent natuurlijk vrij. Verantwoordelijkheid is een mogelijkheid. Het is een responsabilité. Het is een responsibility. Het is de mogelijkheid om te antwoorden. Zeker. En we zullen zo meteen zien wat het antwoord is van Jean-Baptiste. Maar geraakt worden blijkt zo een gevoeligheid van mij voor de problemen van een ander. En je daar verantwoordelijk voor weten. En daarom spreekt Levinas bij het appel over ethische raakbaarheid. En ja, zegt Jean-Baptiste. Ja, zegt hij, die raakbaarheid is een vreemd gegeven, want hulp bieden is soms, ik citeer, geen ongevaarlijke grap, want het water is zo koud. En bovendien, als je, zegt Jean-Baptiste, niet op een appel ingaat, dan houd je daar soms rare kronkels aan over. Als ik mijzelf naga, ik weet niet hoe het met jullie is, maar wat mijzelf betreft, ik kan inderdaad moeilijk leven met het besef tekortgeschoten te zijn. Dat geldt ook voor Jean-Baptiste. Wat doet hij namelijk? Hij loopt door. Maar met die beslissing om door te lopen, verliest hij ook zijn zelfrespect. En zijn leven lang wordt hij achtervolgd door de schreeuw. Een achtervolging in de vorm van wroeging. Ik geef Jean-Baptiste nog een keer het woord. Hij zegt, de schreeuw die jaren geleden over de Seine had weerklonken, was niet verstomd. Ik moest hem opnieuw tegenkomen, overal waar maar water zou zijn. Het bittere water waarmee ik eens was gedoopt. Prachtig taalgebruik, het bittere water. De ander die bij mij binnendringt met zijn appel is een spelbreker voor mij, voor mijn genoegen. Het bittere water, hè? En daarmee is die gedoopt. Het is alsof je door het appel leert dat je lid bent van een gemeenschap van mensen. En dat dat lidmaatschap niet vrijblijvend is. Zoiets. Jean-Baptiste zegt hiermee wat feitelijk heel gemakkelijk is. Mensen overlaten aan hun lot is ethisch gesproken absoluut ontoelaatbaar. Vandaar. De onverschilligheid voor de val van de vrouw bracht Jean-Baptiste zelf als mens ten val. Let maar even op de titel van het boek, De Val. Niet alleen de vrouw valt, Jean-Baptiste valt ook. Aan het eind van het boek verzucht hij daarom het volgende. Lieve kind, gooi je toch alsjeblieft nog eens in het water en geef mij nog één keer de kans jou te redden. En mijzelf erbij. En mijzelf erbij. Je kunt zeggen, en dat constateert Jean-Baptiste, hij heeft zijn ware zelf ontdekt. Gevoeligheid voor het welzijn van anderen. Maar hij heeft tegelijk dat ware zelf meteen verraden door weg te lopen. En het is een verraad dat hem duur te staan kwam, zoals hij zelf constateert. Nou denk ik dat je niet vaak zoiets meemaakt zelf. Zo'n indringend appel met zo'n crisisgebeurtenis. Wat Jean-Baptiste wel duidelijk maakt, is dat we misschien voor helpen in de wieg zijn gelegd. En ik ga dat nu verder proberen invoelbaar te maken met, laat ik maar zeggen, alledaagse appels. Dus alledaagse voorbeelden van de gevoeligheid voor een appel. Levinas zelf zegt, een appel is datgene dat wij tot in de meest alledaagse ervaring van het sociale meemaken. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Ga jezelf na. Met het volgende wat ik ga vertellen. Ga jezelf na. En pas op, ik ga met de volgende beschrijving diep. Ik ga bij wijze van spreken under your skin. Geen vrijblijvend verhaaltje. Ik zeg het nog een keer, het gaat over jou.
En hier begin ik. Als volgt. Stel je voor, er komt een ander mens in je buurt. Nou ja, als er een ander mens in mijn buurt komt, dan kan daarmee soms iets eigenaardigs gebeuren. Stel bijvoorbeeld, ik ben alleen in een ruimte. Een kamer, een wachtkamer, een lift, het maakt niet uit. Er komt een onbekende binnen. Dan kan het zijn dat ik met de binnenkomst van iemand een drang tot spreken ervaar. Dat ik voel iets te moeten zeggen. En die drang kan zo sterk zijn dat als ik niks weet te zeggen, ik misschien toch koortsachtig naar woorden zoek. En dit gebeuren, die drang, alleen al die drang iets te moeten zeggen, getuigt, zegt Levinas, van een onmiddellijke gerichtheid op die ander. Een gerichtheid die zich dus al kan uiten in het ongemakkelijke, in het pijnlijke van de stilte. Minstens zeg ik toch, goeiedag. Goeiedag, waarmee ik uitdruk, ik zie jou, ik heb jou gezien als mens. En ook een goeiedag, het is misschien voor je gevoel een lege formule, maar een goeiedag zegt eigenlijk, ik wens jou een goede dag toe. Ik wens dat het goed met je gaat. En die wens druk ik misschien al uit in mijn drang iets te zeggen. Ik heb al gezegd, ik gebruik veel literatuur bij mijn filosofieonderricht. En er is een Portugese romanschrijver, Saramago. Lezen jullie veel boeken, veel literatuur? Saramago is wel bekend bij jullie misschien. Nobelprijswinnaar literatuur. Het is niet de eerste de beste, wil ik maar zeggen. Je krijgt hier wat... Je krijgt natuurlijk niet alleen filosofie vanmiddag waarmee je misschien verder kunt, maar je krijgt ook een boekenlijstje. Waarmee je je vrije tijd kunt opvullen. Saramago die heeft prachtige boeken geschreven. Zijn belangrijkste boek is misschien het Evangelie volgens Jezus Christus. Ik weet niet of er christelijke mensen in het publiek zitten, maar ik kan je wel zeggen dat dit boek op de lijst van verboden boeken is geplaatst door het Vaticaan. Dus het Evangelie volgens Jezus Christus kan een misleidende titel zijn, wil ik maar zeggen. Afijn, er staat een prachtige uitspraak in dat boek. Schitterende uitspraak. Er wordt in het boek gezegd, als we haar genoeg tijd geven, dan heeft de stilte een goede eigenschap die haar ogenschijnlijk ontkent. Namelijk dat ze dwingt te praten. Prachtige uitspraak. Jammer dat die niet klopt. Het is namelijk niet de stilte die dwingt tot spreken, maar het is de ander. Het gaat hier wel om een goede eigenschap. Gelukkig blijkt het moeilijk een ander te negeren. Ik behoor iets te zeggen, alsof ik verantwoordelijk ben voor het welzijn van die ander. Dat lijkt zo. Mijn ervaring wijst hier op een gevoeligheid voor anderen. Een gevoeligheid in de zin van betrokkenheid. Betrokkenheid. Vat dit alsjeblieft niet zoetsappig of sentimenteel op, hè. Levinas is geen softe romanticus, want wat hij hier beweert, is dat ik niet kies voor die betrokkenheid. Ik word, zegt hij, en dat is zijn ervaring en misschien ook die jouwe, ik word weerloos voor het blok gezet, in beslag genomen, tegen wil en dank misschien. En de uitdrukking in beslag genomen geeft fraai het dwingende aan van mijn oriëntatie op die ander. Ik word als het ware als een kompasnaald op hem of haar gericht, buiten mijn vrije keus. Ik zeg het nog een keer. Ik ga niet een relatie aan, ik word in relatie gesteld. En je hoort hier de passiviteit, ik heb niks te zeggen. Ik ben overgeleverd aan die ander. En Paul Watzlawick, ik heb het voorbeeld zelf van Levi van Dam gekregen. Paul Watzlawick, communicatiewetenschapper. Die heeft gezegd, je kunt niet niet communiceren. Watzlawick zegt hiermee, ik besluit niet om mij nu maar eens op die ander te gaan richten. Op bewust niveau lijkt dat zo, maar dan ben ik al gericht. Nou, nog anders gezegd, ik kan besluiten mij niet op die ander te richten, maar dan nadat ik al gericht ben. Dat is het punt waar het om gaat. Ik richt dus in eerste instantie niet, ik word gericht.
Onder alle bewuste communicatie in relaties tot de ander zit een soort van, zeggen Watzlawick en Levinas, een soort van metacommunicatie verscholen. Een communicatie onder de communicatie. Een soort ondergronds gebeuren waarover ik niks te zeggen heb dat mij wordt opgelegd. Iets buiten mijn bewuste controle dat alle bewuste communicatie steeds begeleidt. Probeer het maar uit. Maar daar gaat het om, hè. Ik zoek geen volgeling. Wat je niet ervaart, moet je niet geloven. Ik zoek geen volgelingen. Probeer het maar uit. Ga het voor jezelf na de komende tijd. Thuis, op je werk, op straat. Straks al in de koffiepauze. Ik kan niet naast je staan, terwijl je bezig bent met de koffie, zonder dat je aan mij gaat vragen of ik misschien ook een kopje koffie wil. Tenminste, dat is eigenlijk wat ik voortdurend ervaar tijdens pauze. Dus ik ga het straks ook weer uitproberen. Ja, je kunt mij natuurlijk negeren, natuurlijk als je wenst, hoewel dat misschien moeilijk is. En dan het laatste restant koffie zelf nemen. Maar die negatie die mogelijk is, zegt Levinas, is secundair. Die is secundair. Die is er pas nadat ik jou met mijn appel heb geconfiskeerd. Die is er pas in tweede instantie, als een reactie op het appel. Dan heb je het namelijk weer voor het zeggen in die reactie. Dus ik zeg het nog eens anders. Die ander, zegt Levinas, die doet mij aan. Wat ik ook hier en daar af en toe kan ervaren als een vervelende aandoening. Huh? Ik speel een beetje met taal. Een vervelende aandoening juist omdat ik over dat gericht worden niks te zeggen heb. En ik kan uiteraard die ander van mij afschudden. Maar dat afschudden is al een gevolg van het feit dat ik al gericht was op die ander. Oh. En het volgende is ook belangrijk om te zeggen. Moet ik hierin praten? Het volgende is ook belangrijk om te zeggen. En nu ga ik iets beweren wat misschien ook ingaat tegen wat je gewend bent om te denken. Dus je moet even proberen geen vrijend paard te zien, maar bij wijze van spreken die dolfijnen. Je moet even wisselen misschien van perspectief. Levinas zegt, mijn gevoeligheid voor het appel is zo niet de compassie. De compassie is niet de essentie. De basis van de ethiek begint met het appel. Maar het appel is geen compassie. Er worden boeken voorgeschreven over de compassie als de basis. Levinas gaat er tegenin. Die zegt, nee, zo begint het niet. Het begint niet. Het begint niet als compassie, het begint als een gevoeligheid die ook heel irritant kan zijn. En hier strijdt Levinas misschien met wat je gewend bent te denken. Levinas zegt, compassie kan voortkomen uit het appel. Het is er mogelijk een gevolg van, naast andere mogelijke gevolgen. Een appel kan ook tot gevolg hebben, noem eens wat, irritatie, zakelijkheid, agressie, ontkenning, negatie. Of nadenken over wat ik voor die ander kan betekenen. Dat is allemaal, ervaar ik in mijn eigen leven, mogelijk. Dus Levinas is duidelijk. Ik ervaar in eerste instantie geen compassie, maar een opdracht, een verplichting, die ook mijn ergernis kan oproepen. Er is een bekende liedjesmaker, denk ik, Huub Oosterhuis, misschien niet bekend bij jullie, maar als Huub Oosterhuis niet bekend is, dan Treintje wel. Denk ik. Ja. Huub is de vader van Treintje. En die heeft heel veel kerkelijke liederen geschreven die ik in mijn jeugd nog gezongen heb. Huub Oosterhuis heeft een boekje geschreven. Een boekje, Jij die mij ik maakt. Even kijken, ik kan het hier laten zien. Jij die mij ik maakt. In dat boekje geeft hij een anekdote van een appel dat hij meemaakt. Ik citeer uit het boek. Hij schrijft: lastige meneer die op een avond plotseling bij mij aanbelde, doorgestuurd door iemand die wel eens een liedje van mij gezongen had. Lastige meneer, daar sta jij dan op de drempel, voor mijn neus. Je kijkt mij aan. Wat moet ik met je? En hij vervolgt, ik moest iets met je. Je was onontkoombaar, maar ik hoopte dat je snel weer weg zou gaan.
Je kunt het je voorstellen dat hij zo reageert. Maar wat in die reactie staat is belangrijk. Hij spreekt hier feitelijk over een absolute verplichting. Hij zegt, ik moest iets met je, je was onontkoombaar. En tegelijkertijd heeft hij het over een vervelende aandoening. Ik hoopte dat jij snel weer weg zou gaan. Kijk, met een beetje geluk ben ik misschien juist aan wat zorg voor die ander toe. Dat is dan mooi meegenomen. Maar een andere kan elk moment inbreken en die wacht niet totdat ik daarvoor in de stemming ben. Hij komt ongevraagd binnen en speelt onmiddellijk in zekere zin de baas. Dus ik speel nog een keer met taal. Bezocht worden kan. Daarom een bezoeking zijn. Ik kan een spanning voelen en ik vraag jullie dat ook bij jezelf na te gaan. Ik kan een spanning voelen tussen wat ik voor mijzelf wil en mijn verantwoordelijkheid voor anderen. Hebben jullie er wel eens last van? Ik eigenlijk elke dag wel een aantal keren. Huub Oosterhuis komt thuis, hele dag gewerkt, benen op de bank, lekker zappen of een boekje lezen. Een goed glas wijn staat voor hem klaar. Hè? Lekker, daar ligt hij op, daar zit hij half liggend. En dan gaat de bel. Dat komt hem niet uit. Hè? Maar tegelijk, ik moest iets met je, je was onontkoombaar. Hè? Dus appel in wat voor situatie ook, ook wanneer het mij niet uitkomt. Negeren is dan erg moeilijk. Negeren is dan erg moeilijk. Zie bijvoorbeeld de dakloze krantenverkoper. Is dat een verschijnsel dat jullie wel tegenkomen bij het boodschappen doen misschien? Ja? Als ik naar de supermarkt ga in het weekend, ik ga dan af en toe met mijn vrouw, dat is een soort solidariteit met haar van mij. En, ja, je moet af en toe wat met z'n tweetjes en... En dan gaan we erheen en dan staan ze bij de hoofdingang, hè, een muzikant of een krantenverkoper. En dan haal je je karretje en dan moet je dus die hoofdingang in en dan moet je langs die dakloze krantenverkoper. Ken je het? Die man die maakt gebruik en misschien wel misbruik van mijn gevoeligheid. Die heeft Levenaars nooit gelezen, maar die snapt die gevoeligheid wel. Die maakt hij dus gebruik van, laten we dat maar zeggen, gebruik. Maar ik wil hem niet zien en ik wil eigenlijk doen alsof hij niet bij mij binnengekomen is. Dus op het moment dat ik op het punt sta met mijn vrouw langs hem heen te lopen, daar staat hij, hier loopt mijn vrouw en hier ik met dat karretje. Op het moment dat ik dus vlak bij hem kom, begin ik een interessant gesprek met mijn vrouw, die daar loopt. Dat interessante gesprek is onmiddellijk afgelopen als ik de dakloze krantenverkoper ben gepasseerd. Het probleem is alleen dat ik ook nog een keer terug moet. En dan met de volle kar. Waarmee ik duidelijk maak, het gaat goed met mij. Hè? Nou ja, je snapt ook dat... Ik ga niet zeggen wat ik verder geef of niet geef. Dan krijgen mensen maar een oordeel over mij. Levenaars vraagt altijd wel, wat is goed helpen? Daar moet je wel over nadenken. Maar ik laat ik zeggen dat ik niks geef. Hè? Bijvoorbeeld... En dat je dan later in de auto van je vrouw te horen krijgt dat je eigenlijk zo streng bent en zo hard bent. En voor je het weet kan natuurlijk je hele weekend naar de knoppen zijn. Dus je krijgt dan een discussie die zich niet 1, 2, 3 laat oplossen, wil ik maar zeggen. Afijn, ik ben nu bezig uit mijn huwelijk te klappen, dat ga ik zo meteen nog een keer doen. Maar hij is feitelijk, en daar gaat het bij Levenaars om, niet te negeren, Nietzsche. Is een van mijn lievelingsfilosofen, Nietzsche, is een heel scherp waarnemer. Die heeft gezegd, hier heb je de dakloze krantenverkoper. Die Nietzsche die heeft gezegd, daar komt hij. Men moet de bedelaars afschaffen, want men ergert zich hun iets te geven en men ergert zich hun niets te geven. Ga het maar eens na, bij jezelf. Fijn, juist vanwege die gevoeligheid ben ik steeds onder invloed. Nog een keer. Probeer het uit de komende tijd. Op straat, op het werk. Je zult het eens zijn met Nietzsche. Die schrijft oog in oog. Met ieder mens houden wij met 100 dingen rekening. En ik kan je zeggen, Nietzsche heeft de moraal proberen af te schaffen. Hij heeft dat in theorie gekund.
maar in de praktijk bakte hij er niets van. En in de praktijk bleek de moraal voor hem niet af te schaffen. Oog in oog houden wij met ieder, oog in oog met ieder mens houden wij met 100 dingen rekening. En begrijp, en dat is misschien ook belangrijk om te benoemen, dat de ander mij ook als appellerend naar hem of haar zal ervaren. Ik ervaar een invloed van de ander op mij. Ik ervaar niet dat ik die invloed op de ander heb. Maar ik kan wel bedenken dat die er is. Met alle mogelijke gevolgen van dien. En hulpverleners moeten daar, zeggen ze zelf, vaak rekening mee houden. Want in bepaalde, in de omgeving van, nou ja, van moet dat zeggen, ik heb voor hulpverleners gesproken die in een gesloten inrichting hulp verlenen aan mensen. En die weten ook dat ze in de nabijheid van een ander soms ook de agressie bij die ander kunnen oproepen. En dus voorzichtig zijn wat dat betreft. Maar goed, probeer je gevoeligheid maar uit. En ik zou zeggen, probeer het ook thuis uit. Misschien ben je getrouwd. Of heb je anderszins een intieme relatie van samenwonen met iemand anders, een man of vrouw, het maakt mij helemaal niet uit hoor, maar dan ervaar je toch dat het soms knap lastig is, of niet? Ja, je hoeft niet met de billen bloot, maar dat zal ik dan maar doen, hè? Want dan ga je een scène uit mijn huwelijk geven. Deze scène gaat over een peertje. Ik heb dit verhaal al zo vaak verteld dat ik ondertussen geen peer meer kan zien. Maar toen ik dit meemaakte, wat ik ga vertellen, wat ik meemaakte met dat peertje, toen hield ik er nog heel erg van. En het gaat over het volgende. Ik geef het ook, dat moet ik nog even zeggen, ik geef het voorbeeld ook. Omdat het heel belangrijk is in de uitleg van wat leven als onder appel bestaat. Hè. Dus ik, als volgt, ik ben thuis. Mijn vrouw is ook ergens thuis, ik weet niet waar ze is, maar ze hangt ergens op. En ik kom de kamer binnen en ik zie daar een fruitschaal staan. En op die fruitschaal ligt een peertje, het is het laatste peertje. En ik weet dat die peertjes heel lekker waren. Ik heb er al een heleboel op. Dus ik denk, dit laatste peertje, dat ga ik ook nuttigen. En ik loop met dat peertje naar de keuken, pak een mesje uit het een laadje en ik ga dat peertje schillen en ondertussen in 4 partjes verdelen. Precies op dat moment komt mijn vrouw de keuken in. Zij gaat naast mij staan. Ze zegt verder niks, ze staat er alleen maar. Ik weet ook niet wat ze daar moet doen. Maar ze staat daar. En voor ik het besef, ben ik mezelf aan het afvragen wat ik nu met dat peertje doe. Het is een banaal voorbeeld, maar heel belangrijk. Ik ben me aan het afvragen wat ik met het peertje doe. Ik vraag mezelf af, ik kan haar natuurlijk vragen of ze ook zin heeft in een stukje en dat haar aanbieden. En ik kan ook niks vragen. Als ik het vraag, dan heb ik het risico dat ze ja zegt en dat ze dus 2 stukjes van me krijgt die ik dan niet meer op kan eten. Zo simpel is het ook nog eens een keer. Ja? Als ik niks vraag en de 4 stukjes in mijn eigen mond stop, dan smaken ze misschien minder. Dat is het probleem van het appel. Banaal, triviaal voorbeeld. Ik geef het niet echt om uit de school van mijn huwelijk te klappen, maar om te tonen, en nou komt het, een appel, dat is zeer belangrijk. Een appel is geen verzoek. Een appel zit dieper dan een verzoek. Daar kom ik nog een paar keer op terug. Mijn vrouw vroeg niks en misschien heeft ze totaal geen zin in peer. Maar ik ervoer een appel, hè, en prompt ben ik met haar welzijn bezig. Een appel is geen verzoek. Ze verzocht namelijk niks. Ze stond daar alleen maar. Ze zendt een appel uit zonder dat ze zich daar bewust van is, volgens Levinas. Dat appel gaat onder de radar van haar bewustzijn en ze heeft zo'n invloed op mij die ze zelf niet ervaart. Omgekeerd is het ook zo. Een invloed die ook in eerste instantie dus onder de radar van mijn bewustzijn gaat, maar toch gebeurd blijkt te zijn, doordat ik mij plotseling aan het afvragen ben wat ik met dat peertje ga doen.
wat wijst op het eerdere ondergrondse gebeuren van het appel. Het is alsof, zegt Levinas, er in menselijke relaties een intrigue speelt. Een geheim, verborgen relatie gebeuren. En kijk uit, hè. Ik krijg soms commentaar op wat ik met dat peertje wil gaan doen. Maar mijn reactie op het appel is heel persoonlijk. Bepaald door wie ik ben, door de omstandigheden, door wie er naast me staat. Maar die persoonlijke reactie is een reageren op wat eerder was. Dat wil ik jullie even onder de neus wrijven. Eerder was er het appel en de focus. Dus het appel ligt onder het gebied waar karakter, persoon, opleiding, omstandigheden een rol spelen. Dat gebied, dat is het terrein van de psychologie, dat komt naar voren in mijn reactie. En dat verklaart ook waarom jij anders zou kunnen reageren, dat we zeggen anders zou kunnen antwoorden. Daar kom ik straks ook nog een keer op terug. Eventueel kun je antwoorden met onverschilligheid. Oké, maar voor iedereen geldt, zegt Levinas, appel, focus. Pas wat er vervolgens mee gedaan wordt, is per persoon anders. Dus een appel is geen verzoek. Straks heel belangrijk bij het praktische helpen van alle dag. Een appel is geen verzoek. Het gaat wel vaak gepaard met een verzoek. Mijn vrouw in de keuken, appel zonder verzoek. Natuurlijk, maar die krantenverkoper, bij hem is wel sprake van een verzoek. Koop mijn krant. Maar onder dat verzoek ligt het appel. Onder dat verzoek. En zijn verzoek heeft slechts kracht dankzij dat onderliggende appel. Dat appel is als het ware een stille kracht die op mij inwerkt zonder dat ik er vat op heb, terwijl ik vat heb op mijn antwoord. Geven of niet geven. Ja, nog wat. Ik moet jou wel zien of horen om een appel te kunnen ervaren. Maar als jij dan een mens blijkt te zijn, dan komt die ethische oriëntatie meteen op gang. Mensen verschillen wat dat betreft van dingen. De ander is geen meubelstuk, geen object, maar een subject dat een appel uitvoert. Ik heb hier een boek gelezen van een Engelse filosoof, Brian McGee. Die Brian McGee heeft nooit iets gehoord van Levinas, maar Brian McGee is een mens. En die heeft dus ook relaties met andere mensen. En dan beschrijft hij op een gegeven moment heel precies wat Levinas filosofisch beschrijft, hoe dat, wat er werkt tussen mensen onderling. Hè. Ik citeer uit een boek van hem het volgende. Hier heb je hem. En hij schrijft, als wij, en ga het weer voor jezelf na, als wij een grote schemerachtige kamer vol meubilair binnenstappen, dan hebben wij een bepaald gevoel met betrekking tot onze omgeving. Maar als we ons opeens realiseren dat een donkere vorm in een van de hoeken een mens is die in een leunstoel ligt te slapen, dan wordt dat hele gevoel omgevormd tot volstrekt iets anders. En nou komt het, hij schrijft, het is niet alsof er nog een extra meubelstuk in de kamer aanwezig is. Het is alsof de hele atmosfeer van de ruimte is gewijzigd. Kijk, hij zegt iets van wezenlijk belang. De atmosfeer van de ruimte is gewijzigd. Die atmosfeer wordt een ethische atmosfeer, een sfeer van verantwoordelijkheid. En dat is geen keus, maar die keus wordt mij opgelegd. Je kunt niet communiceren. Ik, de ontvanger van een appel, ervaar dat de ander iets overbrengt. De ander weet van niks. Hij slaapt. Dus ja, de loutere aanwezigheid van de ander is al appel. Dat mij als het ware, nog iets vervelends misschien, een appel dat mij als het ware onder zijn gezag plaatst. Onder zijn gezag. Dat is ook de ervaring van een psychopaat. Die een keer helder verwoordde wat een appel doet. Die psychopaat kreeg de volgende vraag voorgelegd. De vraag, waarom word jij eigenlijk gewelddadig als iemand jou aankijkt? En hij antwoordde het volgende. Ik heb het gevoel dat die ander boven mij wil gaan staan en daar kan ik niet zo goed tegen. Kijk, dit is door en door Levinas. De psychopaat toont zo
dat de gevoeligheid voor een appel geen compassie is, want die heeft hij niet. Maar gevoelig is hij wel, want hij slaat erop. Maar waarom dan? Wel, nu zou Levinas zeggen, hij voelt zich verplicht. Dat zegt hij ook. Ik heb het gevoel dat die ander boven mij wil gaan staan. Dat wil zeggen dat die ander mij verplicht. En de psychopaat, dat is ook een mooie, dus psychopaat kan zich voor dat appel niet afsluiten. Hij verliest met dat appel de controle, dat frustreert hem. En hij pakt vervolgens die controle terug met een vuistslag. Waaruit weer eens blijkt hoezeer die ander een stoorzender kan zijn met zijn appel. Want ja, die ander verplicht. Die spot als het ware met mijn autonomie. Kijk, Levinas spreekt over heteronomie. Dat betekent feitelijk de wet van buiten opgelegd krijgen. De wet van de ander moeten volgen. Buiten mijn autonomie, in de greep van de ander. En nog een keer, begrijp dat de ander ook van mij uit die appellerende invloed zal ervaren. Afijn. De conclusie. Voor 2:30. Het gaat goed, wat dat betreft. Ik hoop met jullie ook nog. De conclusie. Een mens is een grote gevoeligheid voor anderen. Vandaar, niets kan mij zo van mijn apropos brengen als een ander. Een ander kan gevoelens van angst, van schaamte, van schuld, van schroom, van haat, van wrok, van agressie teweeg brengen. Met als mogelijk gevolg slapeloze nachten om die ander. Of als gevolg het vermijden van anderen. Een hekel misschien aan anderen, tot aan de uitspraak van Sartre. De hel. Dat is de anderen. Je kunt zien dat dit een filosoof was met een breed perspectief op de werkelijkheid. Dacht ik. Maar hij kijkt een beetje. Goed. Ja, de appellerende ander is zo mogelijk ook een potentiële lastpost. En ik kan daarom ook tactieken van omgang met dat appel leren, methoden van afweer en zelfbescherming ontwikkelen. Levinas zegt, die afweer, zelfbescherming is tot op zekere hoogte ook best wel goed. Want je kunt aan die gevoeligheid voor anderen onderdoor gaan. De appellerende ander kan ziekmakend zijn. Dus ik moet er goed mee leren omgaan. Juist ook ter wille van die onmisbare zorg voor mijzelf. Maar, zegt Levinas, die afweer kan ook zo ver gaan dat ik het kunstje leer geen mens te zien waar die wel degelijk staat. Het kunstje leer geen mens te zien waar die wel degelijk staat. En dan ben ik bezig met ontmenselijken. Een mens verdwijnt dan uit het zicht om als nummer terug te keren. En dat verklaart ook veel geweld tussen mensen. En dan kan je zeggen dat Levinas zijn filosofie, dat de filosofie van Levinas Auschwitz heeft verwerkt. Met ontmenselijking ontken ik wat ik wezenlijk ben als mens. Namelijk een oriëntatie op het welzijn van anderen. Reden waarom ik een appel niet alleen kan ervaren als bevelend, verplichtend, bevelend, maar ook kan ervaren als mijn wijding. Ik heb het Levinas in het Frans uiteraard moeten lezen. En hij gebruikt bij het appel altijd de Franse term, het Franse werkwoord ordonné. Maar het werkwoord ordonné heeft in het Frans een dubbele betekenis, namelijk die van bevelen en van wijden. Bevelen, dat is lastig, dat kan mijn agressie, mijn irritatie opwekken. Maar tegelijkertijd is, zegt Levinas, dat appel met dat ordonné ook mijn wijding. Dus wijding, dat wil zeggen, de verplichting houdt mede in dat ik bevestigd word in mijn menselijke waardigheid. En mijn menselijke waardigheid is die van de verantwoordelijkheid. Simpel. Appel wil zeggen geroepen worden. En ik ben geen dominee, al klink ik misschien zo, ik ben een filosoof. Geroepen worden wil zeggen je roeping leren als mens. Dat lees ik, die roeping, in die
diepzinnige dichtregel van Antje Krog. Antje Krog is bekend bij jullie, hè? Als Zuid-Afrikaans dichteres, denk ik. Alleen de leidinggevende knikken. Nee, is niet waar. Maar kijk, dit is ze, dit is ze. En dat is die prachtige dichtregel. Ook een beetje cryptisch. Een beetje duister misschien, maar zij dicht daar waar ik jou ben, jou geworden ben, zing ik buiten mijzelf. Ze zegt daarmee feitelijk in mijn gerichtheid op de ander, ben ik in metaforische zin die ander geworden. En die gerichtheid op de ander past mij. Eigenlijk zegt ze met deze dichtregel, nodig zijn is een zegen. Niet nodig zijn is een ramp. Vandaar dat zingen buiten mijzelf. Buiten mijzelf zing ik, want nog een keer, in de verantwoordelijkheid ben ik als het ware jou geworden. In mijn oriëntatie op jou ben ik buiten mijzelf. Nodig zijn is... Ik ga stoppen. Nodig zijn is een zegen. Het dragen van verantwoordelijkheid voor een jongere kan bijdragen aan bijvoorbeeld het geluk van de ingebrachte mentor. Levenaar spreekt dan wel over het strenge geluk van de verantwoordelijkheid. Voorbij, zegt hij, het goedkope geluk van de gerichtheid op jezelf. Van het centreren rond je ik. Misschien is het zo, maar ik weet het niet zeker. Misschien maakt pas de verantwoordelijkheid het leven pas echt zinvol. Er is een Britse historicus, Simon Sciama, die heeft geschreven... De soep van het consumeren is te dun om te voeden. Je bent er eigenlijk als mens niet met de gerichtheid op jezelf. Je hebt meer nodig. Je hebt de verantwoordelijkheid nodig. En iedereen heeft met dat appel te maken. Iedereen heeft er ook last van. Dus aanhalingstekens, maar die last van de verantwoordelijkheid kan tenslotte een voldoening geven die verder reikt en dieper gaat dan welke soep je ook kan bieden. Ik zou zeggen, trek ze dus maar over de drempel, die mentoren. En ja, mijn laatste zinnetje. Dit appel is het onmisbare, noodzakelijke begin van de weg naar het best mogelijke of het minst slechte helpen. En die weg, leven als in de praktijk, schets ik straks voor jullie. En dat wordt een heel vervelend betoog. Het leuke is eraf, als het al leuk was tenminste. Dat is eraf. Ja, zeg maar wat ik even wilde weten, dus even een persoonlijke vraag eigenlijk aan jullie. Gaat het nog een beetje? Ik bedoel, is het uit te houden met al dat gepraat van mij, zou ik maar zeggen, netjes? Ik had een andere term in mijn hoofd, maar... Is het vol te houden, bedoel ik? Ja? Dus de tweede helft zou ook wel gaan? Ja? Ja. Ja, ik vind het prima om dat strakjes te doen, even dat jullie even de gelegenheid hebben om wat vragen te stellen aan mij. Zeker, zeker, zeker. Het roept vragen op. Nou, dat is alleen maar goed, hè? Toch? Oké. Ja, sommige mensen zeggen, het moet bezinken. Ja, dat is nog... Filosofie moet altijd bezinken. Daar ga je nog een tijdje over nadenken. Dat het afgelopen is met deze bijeenkomst lijkt me een beetje karig. Jullie krijgen de film, dus die kun je 10-20 keer bekijken. Heb je Netflix niet meer nodig? Ja? Goed. Nou, dan ga ik maar door, hè. Met, daar is die. Problemen van toepassing. Ik heb al in het begin al gezegd dat de filosoof vooral iemand is die problemen schept in plaats van dat hij ze oplost. En dat krijg je zo meteen dus ook te horen. En ik heb gezegd dat het leuke gedeelte voorbij is en het minder leuke nu begint. Want we gaan de praktijk in. En ik heb ook gezegd, ideeën worden pas van waarde als ze ophouden ideeën te zijn. Dus als je er ook iets mee kunt. Dus nu het appel en de praktijk van de zorg. Beroepsmatig, maar ook privé.
Ook deze bijeenkomst kan ook nog gevolgen hebben voor jullie persoonlijke leven verder. En ik ga ook aangeven dat helpen, laat ik het maar meteen zeggen, over het algemeen een kwestie is van aanmodderen en doormodderen. Dus dat is weer gezegd dat wat ik nu ga vertellen niet erg hoopgevend is. Maar wel heel belangrijk om te weten en te beseffen. Het begint allemaal, de weg naar het best mogelijke helpen, het begint allemaal met dat appel. En dat appel is een spontane gerichtheid op de ander. Werkelijk het begin van die weg. Dat appel dat roept, zegt Levenaars. Ja, maar als je dan vraagt wat roept het, dan zegt hij ja. Het appel roept zonder woorden, want al de loutere aanwezigheid van een ander mens doet mij op die ander richten. Zonder woorden. Nou probeert Levinas als filosoof wel te verwoorden wat het appel dan zou kunnen zeggen zonder woorden. En dan zegt hij, dat appel dat roept zoiets als schep geluk. Je zou kunnen zeggen, schep geluk, dat appel roept, doe mij lukken. Doe mij lukken. Anders gezegd, dat appel verplicht tot het scheppen van kwaliteit van leven. Maar ik kan beter zeggen tot het scheppen van de voorwaarden voor kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven moet iedereen voor zichzelf voor zorgen. Maar voorwaarden scheppen kun je wel naar de ander bezig zijn. Meer niet. Voorwaarden voor kwaliteit van leven scheppen, dat is wat het appel vraagt. En soms lever je dat al met de helft van een peertje. Hè? Ik bedoel, die ander hoeft niet echt behoeftig te zijn in de zin van in nood. Dat is bij Levinas niet per se het geval. Ik heb ook gezegd, die verplichting, dat gebieden, dat gebod is ethisch absoluut. Ethisch absoluut, niet feitelijk absoluut. Niet feitelijk. Wat gemakkelijk kan onverschillig zijn jegens anderen, dat mag absoluut niet. Een ander links laten liggen is in zekere zin die ander doden. En het absolute blijkt ook uit het feit dat je daarmee jezelf als mens doodt. Ik geef alweer als voorbeeld Jean-Baptiste. Hij liet die vrouw vallen en viel daarmee ook zelf als mens. En de eerste waarschuwing voor de praktijk begint nu al. Die oriëntatie op de ander is hier uitgangspunt. Dus pas op, je komt veel in christelijke kringen. En in christelijke kringen roept men voortdurend, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook de ander niet. Afschaffen. Helemaal fout. Helemaal verkeerd. Met dat adagium, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook de ander niet, kan het best mogelijke helpen al meteen naar de knoppen zijn. Bernard Shaw, Engelse schrijver, heeft dat heel goed ingezien. Bernard Shaw heeft gezegd, behandel anderen niet zoals jij zou willen dat ze jou behandelen. Hun smaak zou wel eens niet hetzelfde kunnen zijn. Juist, zo is het. Het is de masochist die de sadist ontmoet. Wat doe je dan? Niet jezelf als uitgangspunt nemen in ieder geval. Dus wat men in de zorg wel noemt Nivea. Niet invullen voor een ander. Het is dat smeerseltje, maar ook die afkorting voor niet invullen voor een ander. Een ander mens proberen te doen lukken op zijn of haar manier en in zijn of haar omstandigheden. En dat is in de zucht, dat is in de praktijk geen eenvoudige zaak. Sterker, het is eigenlijk een hopeloos gecompliceerde zaak. Het wordt dus geen vrolijke boel. Ik zal proberen de problemen puntsgewijs te schetsen. En ik vraag je alweer om alles wat ik zeg op je eigen ervaring te leggen. Ja, daar gaat hij dan, de beuker in. Ten eerste, we beginnen redelijk eenvoudig. We lopen vast. Helemaal. Probleem van de praktijk. Ten eerste, ik moet goed voor mijzelf zorgen. Ja, zegt Levinas, want ik kan het beste helpen vanuit een sterk, gelukkig ik dat zijn eigen zaakjes goed op orde heeft. Ik ben opgegroeid met een toneelschrijver, Bertolt Brecht. Die schreef de Dreigroschenoper. In de Dreigroschenoper wordt gezegd, eerst komt das Fressen en dan komt die moraal. Het is eigenlijk gewoon, ik moet goed voor mezelf zorgen en dan kan ik pas goed voor een ander zorgen. Het is het idee van in het vliegtuig, een noodsituatie, de moeder doet eerst het mondkapje op en vervolgens naar het kind toe. Niet omgekeerd. Eerst komt das Fressen, dan komt die moraal. Wie in de knoop zit met zichzelf, heeft gewoonweg minder ruimte voor een ander.
Dus het is ethisch van groot belang om op tijd je egoïsme te voeden. Egoïsme is ook geen lelijk woord. Dat moet je koesteren. Je moet steeds die accu opladen om een burn-out of overspannenheid te voorkomen. Levenaar zegt, genieten moet gewoon. Hè. Ik spreek wel eens voor gereformeerde kringen en dan heb ik het ook over het genieten volgens Levinas. En dan komt er in de pauze iemand naar mij toe en die vraagt, heb ik nou goed gehoord van u, mag ik genieten? En dan zeg ik dus, nee, het is nog veel erger, je moet het. Het is een ethische verplichting om te genieten op tijd voor jezelf. Hè. Je behoort het, ter wille van die verantwoordelijkheid. Dus trek op tijd, alsjeblieft, op tijd een streep voor jezelf. Sluit je op tijd af voor appellanten. De vraag is natuurlijk wanneer. Sommigen gaan te vroeg, velen gaan te laat. En zelfs wie zich op tijd terugtrekt, kan nog met een schuldgevoel thuis zitten. Maar hoe dan ook, mijn verantwoordelijkheid jegens de ander is, zegt Levinas, oneindig. Je bent nooit klaar, maar ik heb de plicht om die oneindige verantwoordelijkheid te beperken vanwege mijn zelfzorg. Levinas is hartstikke tegen zelfopoffering. Het is om ethische redenen dus verboden om je door anderen te laten uitwonen. Altijd en overal. Dus, dat is het eerste probleempje. Ik zeg eenvoudig, maar het is al feitelijk voor veel mensen gecompliceerd. Ga maar in je eigen omgeving na. Het tweede probleem is veel gecompliceerder al en veel moeilijker al, maar nog redelijk eenvoudig voor wat daarna komt. Hè? Ik bereid de weg alvast een beetje voor. Dit is het tweede probleem. Ik moet het appel interpreteren. En dat is vaak heel moeilijk. Je kunt zeggen dat is een hachelijke kwestie, dat laat het plaatje eigenlijk al zien. Kijk maar, is dat een meisje, is dat een saxofonist, is dat een vragende figuur? Interpreteren is een hachelijke kwestie. Interpretatie kan altijd een misinterpretatie zijn. En in de interpretatie neem ik onbewust ook vaak mijzelf mee. Interpretatie is bovendien ook belangrijk. En dat, nou pak ik terug naar voor de pauze. Interpretatie is ook belangrijk, onder andere vanwege het verschil tussen een appel en het verzoek. Ik zei het al. Appel is de roep om kwaliteit van leven. Schep geluk, doe lukken. En daarvoor, voor dat doen lukken, is soms vereist het tegendeel te leveren van wat iemand letterlijk verzoekt aan mij. En je hoeft Levinas niet te lezen en te begrijpen om dit te kunnen snappen. Ik heb een buurman, nooit iets met filosofie gehad, kent Levinas niet, ik praat thuis ook niet over filosofie. Dat is mijn vak, maar niet mijn privé. En ik kom bij die buurman, hij zegt, ik heb een kwestie gehad met mijn schoondochter. Ik zeg, welke kwestie dan? Nou, zegt hij, ik kreeg vanochtend mijn schoondochter op bezoek. En die vroeg aan mij, mag ik je auto lenen? Want ik wil naar de naburige markt, om stofjesmarkt, om wat stof te kopen om kleren van te maken. Nou, oké. De buurman zei tegen haar, jij krijgt mijn auto niet. Hij ging in tegen haar verzoeken. En hij zegt, ja, zegt hij tegen mij. Zij zit overspannen thuis. Ze heeft medicatie die de rijvaardigheid beïnvloedt. Als ik op haar verzoek inga, dan breng ik haar dus daarmee in gevaar. Zij heeft een gezin, man, kinderen. En ze krijgt een ongeluk. Dat treft niet alleen haarzelf, maar ook dat gezin. Dus ik heb gezegd, nee, je krijgt die auto niet. Deze buurman, wist precies van het verschil tussen een appel en een verzoek. Hij wist dat precies. En hij wist ook dat het appel uitgangspunt is en niet het verzoek. Dus dat hij in dit geval het verzoek naast zich neer moest leggen. Schoondochter kwaad weggereden op de fiets. Hij erachteraan, om nog een keer uit te leggen. Hè, dat hij het beste met haar voor heeft. En dat dat haar ook boos maakt. Hè. Ik ben dus niet, hè, dat weet de buurman, dat weten jullie. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat een ander verzoekt. Maar ik ben verantwoordelijk bazaal voor zijn appel. Dus voor zijn kwaliteit van leven. Dus een ander heeft met een verzoek misschien een korte termijn kwaliteit op het oog. Die in strijd kan zijn met zijn kwaliteit van leven op lange termijn. Dus oriëntatie op de ander is primair oriëntatie op het appel. Ja, oké, een verzoek speelt een belangrijke rol. Je moet goed luisteren. Maar het is nooit mijn eerste en laatste oriëntatie. Het is dus ook nooit u vraagt en wij draaien. En dat betekent dat jij je nog niet per se geliefd maakt bij de ander als jij je verantwoordelijkheid voor die ander neemt. Nou, er zit mogelijk een verschil in. En dat weten we denk ik allemaal wel.
En ik weet het uit mijn eigen leven ook heel duidelijk. Afijn, even kijken waar ik ben. Een tabel is fundament. Dat is primair. Het verzoek is secundair. Ondergeschikt aan het appel. Het gaat altijd om doelukken. Schep voorwaarden voor kwaliteit van leven. Het appel is basis. En nou zeg ik het nog een keer. En ik ben bang dat ik iemand tegen de haren instrijk. Maar dat is het risico van de filosoof. Niet alleen van de filosoof. Het appel is basis. Dus niet de compassie. Daar gaat hij weer. Ik heb het al eerder gezegd. Het appel is verplichting. En ik durf het bijna niet te zeggen. Maar er zit een gevaar aan compassie. Een gevaar aan compassie? Jazeker, jazeker. Compassie kan een juiste interpretatie in de weg staan. Doordat compassie mij te meegaand maakt. Ik neem niet voldoende afstand. Ik vraag mij te weinig af wat goed helpen hier is. Die buurman van mij, door hard voor zijn schoondochter te zijn, is die in feite goed voor haar. Bovendien, kan compassie krenkend zijn voor de ontvanger van de hulp. Ik heb lang geleden een film gezien, Intouchable, misschien bekend bij jullie, over die man in die rolstoel. Die zoekt iemand waarmee hij dus gemakkelijker door het leven kan gaan, iemand die hem helpt. Maar hij zegt er duidelijk bij, ik wil geen compassie. Waarmee hij ook zegt, compassie is een kwestie van een ongelijkwaardige relatie en ik wil een gelijkwaardige relatie. Dat is wat hij zoekt. En dan vindt hij compassie daar niet in passen. En nog wat over die compassie. Pas er voorop. Kijk er vooruit. Nog wat. Compassie kan ook tot gevolg hebben dat ik in mijn zorg voor meerdere mensen te lang bezig ben met één iemand. Leef Nast zegt, ik moet afstand in de nabijheid scheppen. De afstand van het denken. Compassie kan dus verkeerd uitpakken, juist omdat ik hierdoor, en dit is belangrijk, omdat ik hierdoor het belang van andere zorgvragers, andere cliënten uit het oog kan verliezen. En dit brengt mij tot het volgende probleem. En zorg nu dat je goed zit en hou je stabiel op je eigen plek, alsjeblieft. Het brengt mij tot het volgende probleem. Ik moet bij mijn hulp altijd rekening houden met derden. Derden, daarmee bedoelt Levinas andere anderen. En dat ik met andere anderen rekening moet houden, dat levert twee nieuwe en immense en onoplosbare problemen op. Onoplosbaar. Ten eerste is dat het probleem van de onhaalbare rechtvaardigheid. Onhaalbaar? Yes, zeker weten. Ik moet rekening houden met derden. Want ja, wat ik voor de een doe, kan ik niet tegelijk voor de anderen doen. En wat ik voor de een doe, heeft ook altijd gevolgen voor anderen. Want mensen verkeren in een netwerk van relaties. En dan loop ik dus met mijn hulp aan één zorgvrager het risico om andere hulpvragers te veronachtzamen, achter te stellen. Misschien te beledigen of zelfs te beschadigen. Juist ook vanwege vaak tegengestelde belangen van mensen ten opzichte van elkaar. Dus, ga je eigen ervaring na. Ik moet daarom zo rechtvaardig mogelijk zijn. En dat kan, zegt Levinas, door de behoeften van appellanten, van hulpvragers met elkaar te vergelijken. En mijzelf de vraag te stellen, wat vraagt deze mens van mij? Hoe verhoudt zich dat tot de wensen en noden van derden? En daar moet ik het verstand bij gebruiken. Heel goed het verstand bij gebruiken. Het gevoel is nu even weg, het verstand. Laat ik een paar simpele voorbeelden geven. Ik heb in de jeugdzorg gewerkt. Lange tijd, voordat ik filosoof werd. Een andere jeugdzorg dan jullie, want ik was onderwijzer. Onderwijzer op een basisschool. Ik had een klas met 40 kinderen. Ik gaf die kinderen rekenonderwijs, taalonderwijs, rekenonderwijs. Je gaat uitleggen, 40 kinderen, na afloop van de uitleg, 34 kinderen snappen het, 6 snappen het niet. Dan moet je die 6 dus nog persoonlijk gaan bijstaan en gaan uitleggen. Maar dat red je niet. Want voordat je er 1 of 2 af hebt, gaat de bel. En fiets je dus naar huis
met het besef tekortgeschoten te zijn van die kinderen. Het is niet anders. En welk kind kies ik wel en welk kind kies ik niet? Dat is ook al een punt. Nog een simpel voorbeeld. Neem een huisarts. Die krijgt een patiënt in zijn spreekkamer. De wachtkamer zit nog vol, jij zit er. Een patiënt in zijn spreekkamer. Die patiënt die heeft behoorlijk wat problemen, blijkt. Dus die arts gaat langere tijd aandacht aan deze ene patiënt besteden. Met als gevolg dat iedereen langer in de wachtkamer zit. En ik heb veel les gegeven aan artsen. Dus het volgende voorbeeld is ook uit de artsenpraktijk. Maar je kunt zelf je eigen casuïstiek erbij halen. Dat is helemaal niet moeilijk met mijn verhalen bij, met de film straks. Hup, eigen casussen, prachtig. En dit is een casus die ik van een Utrechtse huisarts heb gekregen. Die in een wijk werkte met veel Marokkaanse mensen. Die huisarts vertelt over een Marokkaans meisje dat verschijnt op het spreekuur. En dat meisje zegt tegen de dokter, er is iets verschrikkelijks gebeurd. En ik weet niet hoe ik het moet zeggen. En de dokter nodigt haar uit om het toch maar te vertellen. En dat meisje zegt, nou ja, mijn vader heeft mijn dagboek gelezen. En daarin stond dat ik met jongens uitging en ook wel met ze zoende. Ja. En nou denkt hij dat ik misschien geen maagd meer ben. Dat is heel belangrijk in de Marokkaanse cultuur. Je moet wel maagd zijn, wil je het huwelijk ingaan. En dan zet hij mij dus mogelijk het huis uit. De dokter vraagt dan de man, liever gezegd op de vrouw af, ben je nog maagd? En het meisje zegt dan, nee, maar dat stond niet in mijn dagboek. Met andere woorden, mijn vader weet dat wellicht nog niet. En de dokter vraagt, wat moet ik doen? En zij vraagt, heel simpel, kunt u geen verklaring tekenen dat ik nog maagd ben? De dokter zegt dat is niet gebruikelijk. Vervolgens komt ze met het voorstel om 1000 euro te betalen. Dat heeft te maken met de cultuur waaruit ze voortkomt. Om iets gedaan te krijgen moet je misschien onder tafel iets toeschuiven. De dokter zegt, die huisarts vertelde dat het werkelijk zo ging. Nou, leven nas erop zetten. Het meisje heeft een appel. Dat appel luidt, schep geluk, doe mij lukken. Zij vult dat in met een verzoek. Geef mij die verklaring. Nou ja, doen wat zij vraagt is misschien, zo meent zij, haar geluk waarborgen. Dat meent zij. Zij interpreteert voor zichzelf haar kwaliteit van leven, maar ze kan het mis hebben. Maar de dokter gaat nadenken en die zegt, hè, ja, maar of die denkt, instemmen met wat ze vraagt, heeft gevolgen voor anderen. Als hij die verklaring afgeeft, dan wordt haar vader belazerd met een valse verklaring. Als ik dit regelmatig doe, gewoon maar verklaringen uitschrijven van zaken die niet kloppen, dan wordt het vertrouwen in medische verklaringen wel ernstig ondermijnd. En dan krijg je dus het verschijnsel van inflatie. Wat is de verklaring van de dokter eigenlijk nog waard? En vervolgens denkt hij, moet ik die verklaring wel geven? Want daarmee houd ik in feite een patriarchale cultuur in stand. En dat is misschien niet goed. Want daarmee wordt ook integratie tegengegaan. En daar moeten we wel voor zorgen. Dus de dokter weet het, die weet, ik moet vergelijken. Ik moet vergelijken, want als ik de individuele oproep niet in de context van derden plaats, dan negeer ik alle anderen. En dat is onverantwoordelijk. Ja, maar aan de andere kant, door te vergelijken, bepalen derden dan mede of ik op het verzoek van het meisje inga en hoe ik dat zal doen. Misschien doe ik het dan ook wel niet. Er ontstaat dus een spanning of een frictie tussen wat voor haar wenselijk is misschien en wat ik mag doen in het kader van derden. Het zijn de belangen van de een versus de belangen van anderen. Daarom is een beslissing die ik neem, ga je zelf na, een beslissing die ik neem is vaak een compromis. En je weet, een compromis compromitteert. Even taalspel, een compromis compromitteert. Want er worden in het compromis prioriteiten gesteld. En met de uitdrukking prioriteiten stellen hoor je de afvallers eigenlijk al meeklinken. Nietzsche, ik zou daar bevriend mee willen zijn met deze filosoof en ik raad jullie allemaal aan te lezen. Nietzsche heeft het ethische probleem wat hier speelt scherp geformuleerd. Hij heeft een boek geschreven, Voorbij Goed en Kwaad. Ligt op een nachtkastje. Ik kijk er altijd in als ik niet kan slapen. Want zinloos wakker liggen, doe je dat wel eens misschien? Zinloos wakker liggen? Nooit? Oh. Ben ik de enige dan hier in dit gezelschap? Ik lig vaak zinloos wakker. Om dingen die ik voor een ander zou moeten doen en niet gedaan heb. Of waar ik weerstand bij voel. En dan lig ik er een beetje over te piekeren.
En dat zinloos wakker liggen, dat probeer ik dan zinvol te maken. En dan pak ik voorbij goed en kwaad van mijn nachtkastje. En dan ga ik een mooi aforisme uit het boek lezen. En dan ga ik vervolgens op verder nadenken. Lig ik nog steeds wakker hoor, maar dan natuurlijk niet meer zinloos. Hè? Met een mooie uitspraak van Nietzsche. Ik zal je een paar uitspraken van Nietzsche geven. Kijk, even kijken hier. Hij schrijft in het boek, ik kwam dat dus ook tegen, 's nachts. Hij schrijft in het boek, zorg voor één is een barbaarsheid. Want ze gaat ten koste van alle anderen. Ja, oké. Okay. En een paar bladzijden verderop schrijft hij. Zorg voor allen is hardheid en tirannie jegens u, beste buurman. Kijk, die beste buurman, die naaste waarvoor ik wil zorgen, die moet ik even aan zijn lot overlaten. Want daar heb ik weinig tijd voor, te weinig tijd voor, want ik moet ook aan die anderen denken. Zorg voor allen is hardheid en tirannie jegens u, beste buurman. Nietzsche geeft dus het volgende aan. Hij geeft aan het tekort van de fixatie van mij op één mens. Die fixatie die voert tot willekeur en kan zo derden benadelen. Dat is de mogelijke barbaarsheid. Het links laten liggen van derden. Maar Nietzsche geeft ook aan het tekort van mijn poging om tot een rechtvaardige verdeling te komen van mijn hulp. Die verdeling geeft verdunning, geeft uitstel. Geeft afstel van hulp. Mensen vallen uit de boot. Zullen uit de boot vallen. Dit is een dilemma. En een oplossing voor dit dilemma is er niet. Iedereen die zegt dat er wel een oplossing voor is, is een oplichter. Ik verkeer in de praktijk van het leven regelmatig in een ethische spagaat. Vergelijken heeft altijd iets van eieren breken om een omelet te bakken. Ik weet niet of je de uitdrukking kent. Eieren breken om een omelet te bakken wil zeggen dat je sommige mensen tekort doet om een ander doel te bereiken. Dus ik maak ook in mijn helpen brokstukken. Oftewel, de conclusie is hier recht toe recht aan. Rechtvaardigheid is onhaalbaar. Ik heb een roman gelezen van de Hongaarse schrijver Konrad. Prachtig boek, Nalatenschap. In dat boek komt een burgemeester voor, burgemeester Tombor. En die verwoordt het probleem wat ik hier vertel heel eenvoudig en helder. Kijk maar, Tombor zegt, ik denk bij alle beslissen goed na. En ik houd met bijna iedereen rekening. Maar ik weet dat er geen werkelijk goede beslissing is. Wat goed is voor de een, is slecht voor de ander. Punt. En als je niet overtuigd bent, denk maar even aan hoe burgemeester en de gemeenteraad vaak beslissingen nemen. Een vriend van mij, ik ga even weer iets uit mijn eigen leven vertellen. Je weet zelf, voor jezelf ook allerlei voorbeelden te geven waarschijnlijk. Een vriend van mij had een huis gekocht. Pardon? Nou, we kunnen twee dingen doen. Daar naartoe gaan of hier misschien wat dichterbij komen. Dat weet ik niet. Ik zal proberen wat luider te spreken. Ik ga nog meer op dit akelige ding staan met mijn neus, mond. Een vriend van mij had een huis gekocht in het centrum van Maastricht. En hij woonde daar tot grote tevredenheid met zijn kinderen. Maar, zoals jullie misschien weten, er kwamen steeds meer koffieshops... in het centrum van Maastricht. Steeds meer. En de overlast op straat nam dus toe. En dat werd zo lastig dat die vriend van mij besloot om te gaan verhuizen. Hij zette zijn huis te koop. Uiteindelijk werd het verkocht voor minder geld dan hij er hoopte voor te krijgen. Maar ja, de overlast in de buurt bracht niet zoveel op. En van het geld kocht hij vervolgens opnieuw een huis in Maastricht. Maar nu aan de rand van de stad. En hij woonde daar tot zijn grote genoegen. Totdat op zekere dag de gemeenteraad besloot om vanwege de overlast in het centrum de koffieshops te verhuizen naar de rand van de stad. Begrijp je wat hiermee gezegd wordt? Wat goed is voor de een, is slecht voor de ander. Er bestaat geen werkelijk goede, dat wil zeggen volmaakte. Beslissing.
Wat goed is voor de een, is slecht voor de ander. Juist ook omdat mensen vaak aan elkaar tegengestelde belangen hebben. Ik geef vaak cursussen voor psychotherapeuten. Komt een man bij de psychotherapeut. Het gaat niet goed met die man. 10, 20 gesprekken met de therapeut. En het gaat weer beter met die man. Maar die man is door die psychotherapie veranderd. En wel zodanig dat die vrouw zegt tegen haar man... Jij bent opgeknapt, maar ik ben door die nieuwe mens die jij bent, ben ik afgeknapt op jou nu. Het is opknappen, afknappen. Wat goed is voor de een, is slecht voor de ander. Uit de therapie komt uiteindelijk een scheiding voort. Kinderen, et cetera, et cetera, et cetera. Als je het nog in een mooi boek wil lezen, dan zou ik je willen aanraden het boek Big Brother van Lionel Shriver. Misschien dat je Lionel Shriver kent van een film en van een ander boek van haar. Dat heeft als titel We moeten het even over Kevin hebben. Ken je dat boek misschien wel? Dat is de bekendste van haar. Maar daarna heeft ze geschreven Big Brother. Prachtig boek ook. De hoofdfiguur van het boek is Pandora. Pandora heeft een broer. Die heeft last van morbide obesitas. Dus die verkeert in nood. En om te helpen wil ze haar broer in haar huis opnemen. Daar denkt ze over na. En dan zegt ze in het boek het volgende. Het is onmogelijk te peilen wat je mensen verschuldigd bent. Want zodra je begint te berekenen hoeveel je verplicht bent te geven, is het met jou gedaan. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Feitelijk zegt ze hier, mijn verantwoordelijkheid is oneindig. Als ik in het schuitje van de verantwoordelijkheid stap, kan ik er niet zomaar weer uittreden. Ze zegt vervolgens... Ik had niet kunnen zeggen, ik zal je 3 maanden helpen met afvallen, maar geen 4. Zodra ik de rol van mijn broedershoeder op mij nam, zou er geen grens aan zijn geweest. Snapt u wel? En wie zal zeggen of zo'n wild avontuur mijn huwelijk niet kapot gemaakt zou hebben? Precies. De roman beschrijft dit avontuur. Je dikke broer in huis nemen. Beschrijft eveneens... De nadelige gevolgen van deze verantwoordelijkheid voor derden, voor anderen. In dit geval vooral de echtgenoot. De echtgenoot die hier totaal op afknapt, zodat je kunt stellen haar huwelijk strandt. Verantwoordelijkheid voor de een gaat dus vaak ten koste van anderen. Sartre is een filosoof die het ook heel eenvoudig heeft gezegd met een uitspraak die je meteen zult begrijpen. Sartre zegt... Handelen is altijd vuile handen maken. Elke daad is ook tegelijkertijd een misdaad. Niet in criminele zin misschien, maar in de zin van dat elke daad nooit volmaakt is. Dus in die zin een misdaad. Alle lukken is tegelijkertijd ook mislukken. En de troost is, dit geldt voor iedereen... Want dit is gewoonweg de menselijke conditie. Verantwoordelijkheid en tegelijkertijd het min of meer mislukken daarvan. Daarom zeg ik jullie. Misschien dat ik hierna even pauzeer om jullie lucht te geven. Dan zou je kunnen besluiten om te ontsnappen en naar huis te gaan. Ik zeg jullie, elk goed geweten is vanwege wat ik verteld heb schijn. En schijnheiligheid. De oprechte helper heeft altijd een kwaad geweten. En ik zou zeggen, een kwaad geweten is prima. Dat is heel prima. Want een kwaad geweten gaat gepaard met twijfel. En twijfel houdt alert en zoekend. Twijfel doet je te rade gaan bij anderen. Met kans op verbetering van je verantwoordelijke handelen. Dus de filosoof zegt tegen jullie, koester je twijfel, koester die, aarzel en koppel die aarzeling aan doorpakken. Want twijfel mag niet verlammen. Koester de twijfel die gepaard gaat met doortastendheid. En voor mensen die twijfelen, kan ik nog dit zeggen, Grossman, het mooiste boek van de 20e eeuw, Leven en Lot. Geschreven door Grossman, Vasily Grossman, die heeft in dat boek gezegd... Twijfel die niet verlamt,
maar gepaard gaat met doortastendheid, is een kenmerk van hoogstaande mensen. En ik vind dat hij daar gelijk in heeft. Ook gelijk in heeft in verband met de volgende complicatie. De volgende complicatie. Mag er nog wat bij? Onhaalbare rechtvaardigheid? En nog wat? En nog wat? Onzekerheid over de juistheid van de beslissing. En we moeten nu al een beslissing nemen, op dit moment, waarvan de uitkomst ook heel onzeker zal zijn. We moeten nu besluiten om of ik ga nu door, meteen, of ik laat jullie 5 minuten lopen. Wat gaan we doen? Ik kijk nu even ook naar de leiding. Met een hoofdletter. Wie is er door? Wie is er op pauze? Ja. Er zijn ook een aantal neutrale mensen bij. Wie is er even 5 minuten stoppen? Dat twijfel ik. Ja, nee, als iedereen is voor doorgaan? Of, en, ten koste van die ene dan voor alle drukken zetten? Ja. Ja. Ja, nee, maar dat is natuurlijk... Dit geeft precies aan wat mijn betoog zegt. Verantwoordelijkheid voor allen is nooit volmaakt en betekent ook altijd min of meer mislukken. Ik ga door dus met het laatste probleem. En dat is dus de onzekerheid over de juistheid van de beslissing. Ik vraag opnieuw voor de laatste keer om het op je eigen ervaringen te plakken. En mijn verhaal is misschien aan de ene kant verschrikkelijk, aan de andere kant is het ook heel, dat hoor je straks, troostend. Kijk, je bent altijd onzeker over de juistheid van de beslissing, beste mensen, want je beslist namelijk op grond van vergelijking met derden. Plaatje. Op grond van vergelijking met derden. Die vergelijking met derden is feitelijk nooit klaar, nooit af. De derden waarmee je vergelijkt kunnen worden vervangen door andere derden waarmee je vergelijkt. Het aantal derden ter vergelijking kan worden uitgebreid. Laten we nog een keer die dokter nemen met zijn probleem van het Marokkaanse meisje en haar maagdelijkheid. Die man neemt de beslissing, of vrouw neemt de beslissing, die huisarts was een vrouw, weet ik nu weer. En zij kan denken, in verband met het nemen van de beslissing, aan de vader en het gezin. Maar ze kan ook bij het nemen van de beslissing uitbreiden en de hele Marokkaanse cultuur of gemeenschap in overweging nemen. En dan bedenken wat de gevolgen zijn. Ze kan ook in haar beslissing de patiënten in het algemeen bij de beslissing betrekken, in de zin van, wat betekent dit voor patiënten in het algemeen als ik zo gemakkelijk valse verklaringen uitschrijf? En dan zegt de filosoof Levinas, die zegt een andere vergelijking kan resulteren, beste mensen, bij jullie ook dus, in een andere beslissing. De uitkomst van wat je beslist hangt af van de samenstelling van de vergelijking. De beslissing hangt dus af van wie en wat je allemaal wel of niet meeneemt in de beslissing. Oké, er is nog iets. Je beslist ook op grond van informatie. Die informatie die je hebt aangaande een casus is, even kijken hoor, altijd beperkt en ook altijd subjectief. Kijk, de informatie is beperkt, omdat je niet aan alles aan informatie kunt hebben of weten, onder andere vanwege tijdsdruk. Je moet ook presteren, dus kom op, beslissen en niet verder denken. Je houdt dus een keer op met het verzamelen van info. En dan zou het kunnen dat je juist essentiële informatie mist. De verwerking, het onderste, van informatie is ook subjectief. Dat wil zeggen, gekleurd door je cultuur, door je tijdgeest, door je persoon. Hoe is je karakter? Hoe zijn je overtuigingen? Welke gewoonten heb je? Welke boeken lees je? Wat is je sociaal-culturele achtergrond? Je religieuze of misschien areligieuze opvoeding? Je verwerking van informatie is ook bepaald door het onbewuste en ook nog door je stemming. Hoe ben je vanochtend uit bed gestapt? Hoe ben je naar je werk gegaan? Je informatie is ook subjectief beperkt door vermenging met eigen belang, et cetera, et cetera.
Oh, wat ook subjectief bepaald kan zijn, is welke informatie je wel pakt of niet pakt. Welke accenten je legt in de informatie die jij hebt verzameld. Als ik naar de dokter kijk, de dokter, heeft zij misschien een vooroordeel over de islam? Over de zogenaamd negatieve positie van de vrouw daarin? Misschien zelfs een sluimerende aversie? De dokter denkt misschien ergens wel dat het hier gaat om een achterlijke cultuur. En als het een man is, de dokter, dan denkt hij misschien ook wel, oh, leuk meisje. Antipathie, sympathie kunnen ook een rol spelen bij de beslissing die je neemt. Het mag niet, maar het is misschien wel onvermijdelijk. In de roman De Stenen Klok van Conrad, die ik al eerder noemde, is een filosoof, Dragoman, en die zegt het volgende. Het is een nadenkertje. Misschien voor vannacht ook. De eigen voorkeur. De eigen voorkeur van een mens sijpelt onvermijdelijk door zijn objectiviteit heen. Als bloed door een verband. Je wil objectief zijn. Het gaat je niet lukken. En daarom is overleg ook zo ontzettend belangrijk. En wij zeggen dan in de filosofie... Dissensus is belangrijker dan consensus. Consensus betekent je bent het met elkaar eens. Dissensus betekent je bent het niet met elkaar eens. Maar het niet met elkaar eens zijn heeft een grotere kans op vooruitgang in je beslissen dan het wel met elkaar eens zijn, denk ik zomaar. Consensus is trouwens ook verdacht. Consensus is verdacht omdat consensus vaak iets is wat aan het eind van de vergadering optreedt omdat mensen naar huis willen. En dan denken van, nou, laat ik het maar mee eens zijn, want anders duurt het nog een uur. Ken je dat misschien ook als verschijnsel hier? Nou, oké. En de paradox volgens de Franse filosoof Derrida, ik ga even van Levinas weg, maar Levinas is het hier volkomen mee eens. De Franse filosoof Derrida, die zegt, objectiviteit moet worden nagestreefd, maar is tegelijkertijd onhaalbaar. En dat maakt al jouw beslissingen heel betrekkelijk. En daarnaast blijft gelden wat ik eerder stelde en wat ik graag wil herhalen. Informatie is beperkt in de zin dat aanvullende informatie altijd mogelijk is. En andere informatie kan leiden tot een andere beslissing. Dus bij alle informatie is sprake van selectie en uitsluiting. De conclusie is, ik kan er geen andere van maken. De conclusie is, beslissingen zijn betwijfelbaar. Ook omdat onbekend is hoe de beslissing in de toekomst zal uitpakken. Wat vandaag een geweldige beslissing is, kan morgen een ramp blijken te zijn. Beslissingen zijn betwijfelbaar. Dat wil zeggen relatief. Dat wil zeggen deconstrueerbaar. En nou wordt het even belangrijk voor ieder van jullie persoonlijk. Want ga je nu bij het volgende even afvragen hoe gemakkelijk jij de relativiteit van beslissingen durft in te zien. Ik laat hier een moeilijke term vallen. Deconstructie. Dus wat staat er? Deconstrueerbaar. Lijkt heel moeilijk, maar het is... Eigenlijk is het, als je goed luistert, dan hoor je destructie en je hoort constructie. In één woord, deconstructie. Het is een term van de filosoof Derrida. Ik leg dat even uit. Derrida zegt, en Levinas zegt dat ook, elke beslissing van mij aangaande een casus is een oordeel van mij, een opvatting van mij over wat volgens mij hier en nu juist is om te doen. Ja, wat volgens mij hier en nu juist is om te doen. Dat is mijn opvatting. Maar zo'n opvatting, zegt de filosoof, is altijd heel relatief. Relatief. Deconstructie. Kijk, plaatje. Met, hoe heet die ook alweer? Escher. Escher, hè? Ja. Ben het even kwijt. Heel relatief. Deconstructie houdt in dat een bepaalde opvatting van mij door middel van nieuwe gegevens wordt gedemonteerd en vervangen wordt door of getransformeerd wordt naar een nieuwe opvatting.
Bijvoorbeeld die dokter die zegt, nee, jij krijgt die verklaring niet, die ga ik niet schrijven. Maar een paar dagen later krijgt hij via aanvullende informatie te horen dat die vader heel gewelddadig is. En die aanvullende informatie zorgt ervoor dat hij zijn eerdere beslissing deconstrueert, dat wil zeggen de eerdere vernietigt en vervangt door een nieuwe. Eerst dacht hij, ik geef die verklaring niet, nu denkt hij, ik geef die verklaring wel. Dus destructie wordt hier gevolgd door constructie, tezamen deconstructie. Deconstructie is eigenlijk heel eenvoudig willen sleutelen aan je relatieve opvatting. En dat is geen negatief gebeuren van alleen maar afbraak. Nee, dit is afbraak ter wille van nieuwe opbouw. Als kind speelde ik met mijn kano. Dit kreeg je dan. Nieuwe deconstructie, destructie gevolgd door constructie, mekano. Het gaat om een verstoring van een opvatting, een verstoring van het oordeel met een positief doel. Namelijk, ik wil een betere opvatting neerzetten. En wat is een betere opvatting? Een betere opvatting is een opvatting die beter is voor mensen. Dat is het. En dan wil ik het nog even over de twijfel hebben. Er zijn misschien mensen in je omgeving die nooit twijfelen. Let op, gebrek aan twijfel, etaleren van een onkreukbare zekerheid over wat je wil, zou kunnen wijzen op gebrek aan denken. Gebrek aan denken, op gedachteloosheid, op niet stilstaan bij wat jij aan het doen bent. Twijfel is bereidheid tot deconstructie. En wat je nou zou moeten hebben, of moeten aanleren, of moeten versterken, dat is een deconstruerende houding van jezelf. Een houding van kritisch beschouwen van je beslissingen, van je oordelen, van je opvattingen. Kritisch beschouwen, jezelf durven aanvallen op je eigen opvattingen. Of misschien anderen laten aanvallen, jouw opvattingen. Dus, deconstruerende houding. Met het oogmerk van een sceptische waakzaamheid naar wat jij oordeelt, vindt, meent. Een sceptische waakzaamheid met het oog op het betere, een betere opvatting voor mensen. En deze, ik weet niet in hoeverre die bij jullie aanwezig is, maar deze deconstruerende houding is van het grootste belang voor het morele handelen. Ik deconstrueer ter wille van mensen. De mens is de reden en rechtvaardiging van mijn deconstructies. Ik zeg het nog een keer anders. Kom op, opvattingen dienen gerelateerd te zijn, dienstbaar te zijn aan de mens. In die zin zijn opvattingen relatief. En kunnen en moeten ze gedeconstrueerd worden ter wille van die dienstbaarheid. Kijk, ik speel weer met taal. Maar relativiteit is hier betrekkelijkheid. Betrekkelijkheid betekent in betrekking staan van je opvattingen tot mensen. Relatieve opvattingen moeten worden geëikt aan mensen. Aan de gevolgen van die opvattingen voor mensen. Relativisme is hier niet alles kan en alles mag en is in goes of zoiets. Want door de eiking van mijn relatieve opvattingen blijkt dat de ene relatieve opvatting meer of minder waard is dan de andere relatieve opvatting. Dus gerichtheid, dit is levenas, hè? Gerichtheid op de mens is mijn morele kompas voor opvattingen. Conclusie, wie geen deconstruerende houding heeft, het is bitter om te zeggen en lastig misschien om te zeggen, maar wie geen deconstruerende houding heeft, moet eigenlijk, en ik kijk de leiding even aan, moet eigenlijk ontslagen worden. Wie zijn opvattingen niet voortdurend eikt aan de gevolgen voor mensen, moet ontslagen worden. Zo iemand loopt namelijk het risico om de opvattingen tot uitgangspunt te nemen in plaats van mensen. En de opvattingen tot uitgangspunt nemen voert altijd tot geweld. Ontslag is het logische gevolg van zo'n houding. Om geweld te voorkomen natuurlijk. Toch? Nou, het is maar een idee. Ook bij deze is dat ook gerapporteerd en opgenomen, denk ik. De conclusie is eigenlijk heel duidelijk. En dat is precies of je dat ook voor jouw eigen opvattingen vindt, of dat je feitelijk vindt dat je van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gelijk hebt. De conclusie is eigenlijk, opvattingen
Beslissingen zijn betwijfelbaar. Er is steeds onzekerheid omtrent de juistheid van de beslissing. En aan die onzekerheid doen ook regels niks af. Regels, protocollen, dat soort dingen, afspraken. Maar hoe heet het allemaal, die dingen? Aan de onzekerheid doen regels niks af, want ik word weliswaar in mijn beslissen ondersteund door regels en protocollen. Maar als de mens centraal staat, dan dus niet de regels. Ik ben als helper altijd een intermediair, een brug tussen de algemene regels en de unieke mens waarop ze zouden moeten worden toegepast. Ik vraag mij dus steeds af in elke situatie of regels hier moeten worden toegepast en hoe, of dat ik misschien juist aan de kant moet schuiven. De oude Aristoteles, meer dan 2000 jaar geleden, was die filosoof. Die heeft het heel eenvoudig eigenlijk gezegd wat ik nu opnieuw verwoord over de positie van regels. Aristoteles heeft gezegd, je moet niet met een rechte meetlat gebogen pilaren meten. Hij zegt dus, pas de regels altijd aan de omstandigheden, aan de mens waarmee je bezig bent. Schik je naar de regels, maar niet onkritisch. Wie nooit de regels aan zijn laars lapt, lapt uiteindelijk mensen aan zijn laars. Je moet soms burgerlijk ongehoorzaam zijn. Zo is dat. En overblijft dan, het spijt mij, overblijft de zekerheid over de onzekerheid van de beslissing. En dan, maar niet meer beslissen, met zo'n hopeloos verhaal. Maar beslissen om niet meer te beslissen is ook een beslissing. Bovendien, die ander blijft roepen, hè? Die ander blijft oproepen tot handelen. Bovendien, fouten maken is misschien erg. Maar niets doen is erger. En, ja, fouten zijn toch ook een kans op vooruitgang? Oscar Wilde heeft gezegd, ervaring is eenvoudig de naam die wij aan onze fouten geven. Ja. Je wordt niet zomaar een specialist. Ik heb ook ergens de uitdrukking gehoord. Je moet misschien een zekere leeftijd hebben om die ervaring dan te hebben. Ik heb ook ergens gelezen. Hoe heet het ook alweer? Ervaring is een kam die het leven je geeft als je kaal bent geworden. Begrijp je? Ervaring is een kam die het leven geeft als je kaal bent geworden. Tegen het einde van het leven weet je hoe het moet. Ja, daar heb je er niet veel mee aan. Afijn, beste mensen. Ik laat je een uitspraak... Ik ga stoppen. Ik laat je een uitspraak horen. Van Amos Oz, Israëlische schrijver. Prachtig boek, mijn Michael. Ik laat je een uitspraak horen. Die is voor mij zo belangrijk dat ik hem in mijn achterzak steeds bij mij draag. Hoeft niet meer, maar dat zit in mijn hoofd. Amos Oz schrijft in de roman Mijn Michael, hoewel het noodzakelijk is twijfel te koesteren, bij iedere daad die wij stellen, is het even noodzakelijk daden te stellen, alsof er in de wereld geen twijfel bestond. Kijk, prachtig. Twijfelen, zegt hij, is heilzaam, mits die twijfel niet verlamt. Dat stemt overeen met wat de filosoof Isaiah Berlin zegt. Isaiah Berlin, de volgende uitspraak is een test voor jullie. Je wil weten of je een barbaar bent of een beschaafd mens. De uitslag omtrent jezelf krijg je met de volgende uitspraak. Je mag hem voor jezelf houden, de uitslag bedoel ik. Ja? En klaar, je bent een beschaafd mens of een barbaar. Test. Isaiah Berlin, die schrijft, besef hebben van de betrekkelijke geldigheid van je overtuigingen en er niettemin voor staan, dat is wat een beschaafd mens onderscheidt van een barbaar. Punt. De betrekkelijke overtuiging, de betrekkelijke geldigheid van je overtuigingen. Je bent bereid om je overtuigingen in te wisselen als dat vooruitgang voor de mens betekent. Maar tegelijkertijd sta je erachter en ben je dus handelingsbereid, zou je kunnen zeggen. En dat is
Een beschaafd mens onderscheidt van een barbaar. En dit betekent, mijn hele verhaal betekent, dat je tenslotte teruggeworpen bent op jezelf. Als degene die tenslotte beslist en voor die beslissing zelf verantwoordelijk is. In een besef van voortdurend tekortschieten. Een goede helper is zich voortdurend bewust van zijn falen. Bewustzijn van falen is eigenlijk een teken ook van ethisch besef. Zygmunt Bauman, de man, zei het toen hij een jaar of 98, 99 was. Hij was nog niet dement, hij was zo helder als wat. En hij zei het op grond van levenservaring. Zygmunt Bauman, deze hier, die schreef... Je kunt een moreel mens altijd herkennen aan zijn constante en niet aflatende onvrede met zijn eigen daden. En hij citeert de filosoof Strawson. En Strawson die zegt, scherpe zelfkritiek en zelfverwijt zijn de betrouwbaarste tekenen van een morele instelling. Jullie en ik, wij falen. Wij falen ook. We slagen, maar we falen ook. En dat mag niet leiden tot apathie aangaande jouw handelen. Integendeel, je moet blijven zoeken naar het minst slechte helpen, naar het optimum. Volgens een uitspraak, ik geef je nog één uitspraak van een romanschrijver, Samuel Beckett. Vind ik een hele mooie zelf. Die zegt, steeds geprobeerd. Steeds gefaald. Geeft niet. Probeer opnieuw. Faal opnieuw. Faal beter. Dus streef voortdurend naar het betere. En falen ligt niet per se persoonlijk aan iemand. En dat kan weer een hele opluchting zijn. Het is gewoonweg onze menselijke conditie. We kunnen niet beter dan wat we doen. Dat is het gewoon. En dat kan toch een hele troost zijn. En nog een keer, ik ga echt stoppen nu hoor. Nee, ja, ja, echt, echt waar. Ik ben binnen een half uur klaar. Nee, het is onzin, onzin, onzin. Nogmaals, verantwoordelijkheid past ons. Vandaar het advies van Levinas. Wees jezelf, dat wil zeggen verantwoordelijk. En een egoïstische tip. Die verantwoordelijkheid zal jou gelukkig maken. Ik geef je een Chinese uitspraak van meer dan 2000 jaar oud. Die luidt als volgt. Het is een optimistisch einde van mijn pessimistische verhaal, realistische verhaal. Als jij gelukkig wilt zijn voor een uur, doe dan een dutje. Voor een dag, ga dan vissen. Geldt waarschijnlijk voor mannen. Voor een maand ga dan trouwen. Oké, ik heb het iets langer volgehouden. Voor een jaar erf dan een fortuin. En voor een heel leven help dan een ander. Met een kunststuk van Giacometti. Kijk, dit geldt voor jou. Wat hier staat. Dit geldt voor de jongeren. Dit geldt voor de ingebrachte mentor. Althans volgens Levinas. Dit betekent dus ook dat je de jongeren en de ingebrachte mentor gelukkiger kunt maken door ze op te roepen tot verantwoordelijkheid. Ook als ze tegenstribbelen. Maar in hoeverre je daar aan toe moet geven of niet, dat is jullie eigen persoonlijke beslissing waar jullie zelf verantwoordelijk voor zijn. Met alle kans op een misopvatting. Ik zou zeggen, veel geluk en sterkte. Prima. Ja? Het staat uitgebreid in mijn boek. Veel uitgebreider dan hier. Maar ja, je hebt de film. Dat is misschien genoeg. En, nou. Ja, 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 zeker, ja? Zeker, ja. Ja. We hebben een paar boeken, dus voor wie wil, liggen die op waar. Inkoopprijs hoor. Inkoopprijs.
We hadden beloofd nog een paar vragen. Maar, Jan, als iemand een vraag stelt, wil je dan even herhalen voor de microfoon? Zeker. Wil ik best doen. Ja. Zeker. Ja. Ik kan moeilijk herhalen wat je nu gevraagd hebt of gezegd hebt. Dat is mijn tijd om, jullie tijd ook om. Maar waar het om gaat is dat je eigenlijk zocht naar een evenwicht tussen de zorg voor jezelf en de zorg voor anderen. De filosoof Levinas zegt: een mens is altijd in wankel evenwicht tussen zorg voor anderen en zorg voor zichzelf. En je kunt heel gemakkelijk doorslaan naar zorg voor die ander ten koste van jezelf. Levinas raadt dat heel sterk af. Hij zegt: zorg in godsnaam, ik zou bijna inderdaad willen zeggen in godsnaam, op tijd voor jezelf. Want wie niet op tijd voor zichzelf zorgt, komt in de slachtofferpositie terecht, waarmee hij dus ook aanspraak moet gaan maken op anderen. En dat is jammer, want het aantal helpers moet, als het mogelijk is, groter zijn dan het aantal mensen dat hulp vraagt of zoekt. Zorg goed voor jezelf, dat is de fantastische boodschap van Levinas. Levinas schrijft een paar honderd pagina's in zijn filosofieboeken over genieten van het leven. Gewoon genieten. Doen alsjeblieft. Willen jullie meer van Jan Kuij? Ik heb begrepen dat hij ook op zondagavond, op 2 juni, op de tv komt, NPO 2. Wil je daar zelf iets over vertellen, nu ik je toch voor het blok zet? Ja, dit is de laatste kans om Jan Kuij nog een keer bezig te zien, want ik ga stoppen met cursus. Ik ga een paar jaar schrijven, dus ik trek mij terug. Tot mijn eigen vreugde ook, want het peertje komt mij zo'n beetje de strot uit. Heb ik al gezegd, maar het is een vierluik. Als je wel eens gekeken hebt naar Kijken in de Ziel, het lijkt daarop, want er zijn 6 mensen worden geïnterviewd, waaronder ik dus. En op 4 zondagavonden achter elkaar is dat een half uur over de vraag, maar wat is dan goed? Dus naar de praktijk van het leven vertaald. Nou, voor de liefhebbers dus, hè, zal ik maar zeggen. Het is 2 juni begint het is voor de nachtbrakers, want het begint om 10:50. Ik zeg altijd hoopvol dat de beste programma's pas starten na 11 uur 's avonds.